Hallo, wij zijn Margot van Palliatieve Zorg Vlaanderen en ik ben Isabel van Palliatieve Hulpverlening Antwerpen. En samen maken wij een website voor de mantelzorger. De mantelzorger die zorg draagt voor iemand met de oncologische zorgnoden en in een palliatieve setting. Dat doen we in samenwerking met Stichting Tegen Kanker. En onze ambassadeur is Evi Hansen. Samen maken wij een website en die website is bijna af. Wat vind je daarop? Je vindt daar getuigenissen van andere mantelzorgers, ook getuigenissen van Evi zelf, samen met een heleboel tips. En ook heel wat informatie. Praktische tips die jou kunnen helpen vanaf de diagnose, dus zelfs voor het palliatieve traject, tot na het overlijden zelfs. We zijn daar bijna klaar mee. Maar nu hebben wij jou nodig. We hebben input nog nodig. We zouden heel graag nog wat willen weten wat we nog missen, waar we nog naar op zoek moeten gaan. En daarom doen we heel graag deze warme oproep naar jullie toe. Wat moet u daarvoor doen? Jullie moeten eigenlijk uit eigen ervaring kijken naar, staat alles erop waar dat ik ooit boodschap aan heb gehad. Dus we zijn op zoek naar mantelzorgers die ofwel zelf het traject mee aan het lopen zijn of het ooit zelf gelopen hebben. Wat moeten jullie dan doen? Jullie krijgen een eigen link toegestuurd. Zo kunnen jullie al een keer rondsnuisteren op de website tot zover dat we nu zijn. En via een evaluatieformulier digitaal kunnen jullie zelf aanvullen wat ontbreekt er nog, wat zijn jullie tips en op die manier kunnen wij dat dan meenemen en er een mooi eindresultaat van maken. Absoluut. Wij kijken enorm hard uit naar jullie feedback, naar jullie input. Dus zeker deelnemen, mocht je je geroepen voelen. We kijken er enorm naar uit. Graag tot dan, alleszins. Dag.